De stal van een prachtige boerderij net buiten Breda. Dat wordt het theater voor de voorstelling Reiner Maria. Het gezelschap Warme Winkel is al druk aan het bouwen, want elke stal is anders. Schoonheid in de stront, zoiets. Je gaat eigenlijk schoonheid in de stront te zien. Hoofdpersoon van de voorstelling is de Duitse dichter Reiner Maria Rilke, die in 1926 overleed. En die heeft eigenlijk altijd, die is altijd bezig geweest met het scheppen van schoonheid in een wereld die vanuit zijn perspectief in ieder geval behoorlijk lelijk was. En bij een voorstelling over een dichter heb je het natuurlijk over zijn werk, zijn gedichten. Wie nu geen huis heeft, bouwt er zich geen meer. Wie nu alleen is, zal dat lang nog blijven. Gevoelens die je hebt, maar niet precies onder woorden kan brengen, wat? Daar gaat voor mij poëzie eigenlijk altijd over. En probeer dan maar eens samen te vatten waar de voorstelling over gaat. Verdriet om het voorbijgaan van schoonheid. Dat vieren wij en doordat je dat ziet, word je getroost. Ja? In deze zin schijnt de kunstenaar nog boven de wijze te staan. Streeft de wijze ernaar raadselen op te lossen? De kunstenaar heeft een nog veel grotere taak of groter recht. Het is des kunstenaars het raadsel lief te hebben. En dat is alle kunst. Dat vond ik echt prachtig. En ik denk dat we dat proberen we ook wel met deze voorstelling te doen. De acteurs beloven in ieder geval dat het aangrijpend wordt. Dit is de enige voorstelling die ik ooit heb gespeeld. En ik ben toch al 10 jaar als prof actief. Waarin daadwerkelijk de zakdoekjes bij het applaus rondgaan.